Dus voor een volgende stemming, omdat wederom dezelfde populatie gaat stemmen in de volgende stemmingsronde. Mm-hmm. En we hebben hem uitgeteld, zeg maar, als er een nieuwe wekelijkse basis iemand vertrekt, heb je er rond de kerst nog 5 over. Dus ga er even voor het gemak vanuit wekelijks gaat het gebeuren. Mm-hmm. Dat zij er gewoon tegenop ziet om hier nog een week te zitten. Mm-hmm. En dan denk ik, mijn ideale scenario is dat zij eerst vertrekt. Maar dan zou ik eventueel kunnen rekenen op jullie steun. Andrea, Shelly, maar verder kom ik niet. Zeg maar, en een Hiske in potentie, maar dan heb je een 6-6, waardoor het nog een keer 24 uur langer duurt. Ja, maar... Dus die kaart wil ik eigenlijk ook niet spelen. Maar een positieve stem heb je, want ik vind het krom om Milena 3 stemmen te geven, maar dan wel een positieve stem te geven om te blijven. Ja. Ja. Nee, zeg maar, je mag dan ook een andere keuze maken. Ik had daar gesprekken over, want er zijn natuurlijk wel een aantal X-mensen die jou gewoon willen zien vertrekken. Mm-hmm. En ik zei van, ja, weet je, Jens krijgt mijn positieve stem. Want ik ga niet Milena, weet je, ik heb alles gezegd op het strand, hoe ik erover dacht. En als ik dan vervolgens Milena een positieve stem geef van jij mag blijven. Want iedereen heeft gestemd op Milena, die heeft gezegd, ik hoop dat je iets doet met het platform. Ik niet. Dat heb ik ook bewust gedaan, want je zit hier je tijd uit en je hoort hier gewoon niet te zijn dan. Ja. Maar dat gezegd te hebben, heb je mijn positieve stem en zijn Milan, zijn Merel. Ik hoop niet dat dan vele mensen ook zo denken. En ik zei van, nou ja, je hebt 6 mensen die op Jens hebben gestemd en opeens die dan de switch gaan maken om op Milan een stem te geven dat zij naar huis moest, ja. Ja, zeg maar, mocht je willen wisselen, dan vind ik dat ook fijn, want dan is er in ieder geval een zekerheid. Dat jullie zeggen van, hey, wij besluiten ook gezamenlijk om die positieve stem aan Milena te geven. Dan kan ze zich in ieder geval ook bewust voorbereiden op mijn vertrek. Mijn positieve stem blijft bij jou. Ja, oké. Okay. Maar meer ter overweging. Dat je denkt van, want nu speelt er nog een soort van onzekerheid in haar hoofd. Waarin ze denkt van, nou, misschien vertrek ik wel morgen, misschien niet. Milena vertrekt niet morgen. Nee. Jij vertrekt morgen. Mm. Ja, echt. Die verwachting heb ik ook. Maar er hoeft maar, zeg maar, stel dat deze setting gelijk blijft en een enkeling switcht. Daar kan Hiske bijvoorbeeld voor zorgen dat de stemming nog 24 uur wordt vertraagd. Moet je niet willen. Nee, dus zeg maar, om dat scenario te voorkomen zou ik denken van, nou, wil je je positieve stem aan Milena geven? Ook super natuurlijk. En voor de uitkomst maakt het eigenlijk niet uit. Of nou, het maakt wel uit, maar... Ja, of het is... Zeg maar, voor de manier waarop ik daarnaar kijk niet. Nee. Hoe staat Milena daarin? Ja, Milena wil liefst zelf. Ja. Maar ik heb hem net uitgetekend, maar ja, het kan gewoon niet uit. Ik hoorde ook nog ergens opeens rondgaan van als jij gaat, dat Milena dan ook gaat. Ah, nee, zeker niet. Nee, ik dacht van mezelf van, dat gebeurt niet. Ach. Maar ja, En andersom ook zeker niet, trouwens. Nee. Gelukkig heb je dat gezond verstand. Ja. Ik blijf gewoon bij mijn beslissing. Jij krijgt maar positieve stem, Milena krijgt hem niet. Eigen keus. Ja. Ik ben benieuwd wat jullie gaan doen. Ja, jullie hebben stemming gegeven aan iemand die niet op de bank natuurlijk is gekomen. Mm-hmm.